Yo kijkers van Twinity, mijn naam is Sio, welkom bij een gloednieuwe Roda carrière. We hebben al best wel geen Roda carrière meer gehad, maar ik heb er heel veel zin in. We gaan meteen door in Europa League tegen Zubin Kazan. Belangrijke wedstrijd als we door willen gaan in Europa League, wat natuurlijk wel gewoon de doelstelling is. Voor de rest hebben we nog een wedstrijd tegen de Graafschap die ik ga simuleren en dan tegen NEC die ik ga spelen. Ik heb heel veel zin om te beginnen, dus laten we maar gewoon snel beginnen met deze tweede video van de dag. Trouwens, volgende aflevering spelen we tegen Lazio PSV en Feyenoord. Dat wordt super vet. Daar hebben we ook heel veel zin in. Laten we gewoon zelf de Europa League ingaan. Coman is weer redelijk omhoog. 73 rated. Heel erg lekker. Trouwens, ik moest Coman zeggen van jullie. Ik weet niet wat het is, maar ik zeg gewoon Coman als jullie dat willen. Eerste wedstrijd van vandaag. Thuis tegen Ruben Kazan. En ja, het wordt wel een lastigere wedstrijd dan natuurlijk een gewone Eredivisiewedstrijd. Ik speel met mijn sterkste team. Dat zullen we nu zien hier van Leer, Chambers, Jetfire, Rudiger en Grimaldo achterin. Middenveld, Paulus de Lejeune en Dembele. En voorin Coman, Akpro en Renato Sanchez. Natuurlijk de Naya die natuurlijk nog steeds geblesseerd is. Maar naar mijn gevoel is dit wel een van de beste teams die je kan opstellen. Niet qua rating, maar qua mijn gevoel is het zeker een heel sterk team. Van Ruben Kazan kan ik eigenlijk helemaal niemand. Of ken ik eigenlijk helemaal niemand. Dus daar gaan we ook verder niet naar kijken. We gaan gewoon snel lekker beginnen met de wedstrijd. En ze helemaal kapot spelen. Renato Sanchez met een voorzet. Komt daar ook wel lekker te liggen. Weet de bal opnieuw op te vangen. En tak, tak. Terug en dan, ja. Hij komt toch overal omheen. Hij is gewoon te goed. Renato Sanchez is gewoon te goed. Bijna weer de 1-0. Maar ik snap niet waarom deze misgaat eigenlijk. Oh mijn god. Nee, oké, dit is heel erg rip. Dit is heel erg rip. Dit is heel erg rip. 1-0 achter. Ja, we spelen gewoon heel slecht. Het is een heel slecht begin. Nee. Oh mijn god, oké, goed verdedigd. Huh? Hij heeft een penalty voor Wiggins. Nope, 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 nope. Oh, dit is zo jammer. Dit is zo kut. Misschien kunnen we nog houden, maar ik denk het niet. Ik denk dat die kans gewoon heel klein is. Misschien. Oh mijn god. Het is misschien wel de 10e keer dat hij hem houdt. Fucking Benjamin van Leer. Wat een heerlijke keeper is het dan toch ook. Oeps. Oeps. Oh, Van Leer is zo goed. Van Leer is zo goed. Oké, dit is mooi gedaan. Dit is heel mooi gedaan. Renato Sanchez. Hij is een speler die eigenlijk als enige goed speelt vandaag. Renato Sanchez maakt hem niet. Dit is jammer. Prachtig gedaan dit. Akpro. Heel mooi uitgespeeld. En nu ligt de keeper voor Schalke. Akpro. Doet het alweer niet. Hoe kan dit? Hoe kan dit, jongens? Vrije trap voor mij. Echt? Dit is chill. Ja, dit moet hem zijn. Maar ja, ik speel de hele wedstrijd al fucking goed met Renato Sanchez. Dus ik denk dat ik hem met hem gewoon keihard erin ga schieten. Kom op. Dit is perfect. Oh, veel te hard, jong. Shit, deze wedstrijd gaat slecht. Komt al lekker. Oh! Renato Sanchez mist de hele wedstrijd al. Maar hoe mooi speelt hij het hele wedstrijd dan wel al uit. Moussel en Bele, dit is mooi gedaan. Moussel en Bele terug over die flank. Hou die bal alsjeblieft binnen, Coman. Ja, lekker. Coman. Coman. Nah, fucking hell, jongens. Ik heb er minder vertrouwen in. Ja, ik heb er minder vertrouwen in. Ik heb er bijna geen vertrouwen meer in, om eerlijk te zijn. Want het gaat nu heel lastig. We komen er heel stroefjes doorheen. Of ja, we komen er wel doorheen. Maar eenmaal voorin aangekomen, dan gaat het gewoon heel te mis. Kijk, hier weer een prachtige opening op Coman. Ja, en dan moet die bal goed komen. Maar meestal gaat het hier mis. Meestal. Hier, nu ook. Nu gaat het hier ook mis. Kijk, daar komt de bal voor het doel. En nu moet je maar een opening zien te vinden tegen die 8 man. Die achterin staan daar. Bij Ruben Kazan. Oh, het ziet er niet goed uit nu. Het ziet er totaal niet goed uit. Misschien nog één lucky kansje. Want dit is wel een gevaarlijke kans voor Ruben Kazan dan. Maar het kan nog. Als de bal één keer goed valt nu. Dit is mooi. Dit is mooi. Dit is mooi. Dit is mooi. Schot. Oh mijn god. Die moest erin. Ja, ik ga dan toch hier optikken. Misschien heeft het zin, misschien heeft het geen zin. We zullen zien. Bal. Oh, dit is slecht. Dit is zo slecht. Oh mijn god, we hebben verloren. We hebben verloren met 1-0 tegen Ruben Kazan. We hadden duidelijk een overwicht. We waren veel beter. Maar ja, we hebben gewoon niet de kans gekregen om de wedstrijd af te maken en om te winnen. We hadden wel evenveel schoten op doel, we hadden minder balbezit. Maar mijn gevoel, waren we duidelijk de betere club. Weet je, we kunnen wel eens een wedstrijd verliezen. Heel erg is het niet. Als we de volgende wedstrijd wel maar weer winnen. En dan wel maar weer goed spelen. Ik heb niet meer heel veel tijd voor het opnemen
van de rest van de video. Daarom heb ik toch besloten om de volgende twee wedstrijden allebei te gaan simuleren. Het zijn geen belangrijke wedstrijden. Ik bedoel, de Graafschap en NEC. De Graafschap is ook nog eens een thuiswedstrijd. Dus het maakte niet heel veel uit om die te simuleren. Was sowieso al de bedoeling. Tegen NEC gaan we zien hoe we daar gaan spelen. Ik hoop dat we die ook kunnen winnen. Maar ik ga even samen een opstelling aanpassen. Dit is het team waarmee ik ga spelen tegen de Graafschap. Ik heb alleen Van Duinen en Falk erin gezet, zoals je net kon zien. Ik denk wel dat wij deze wedstrijd kunnen en moeten winnen natuurlijk. Thuis tegen de Graafschap. De Graafschap die tot vorige wedstrijd nog op een tweede plaats stond, geloof ik. Ja, nou we moeten deze gewoon pakken. Klaar. De Graafschap dat het nou een iets mindere vorm is. Verloren wedstrijd tegen Heerenveen en gelijk gespeeld tegen Ajax. En ondertussen staan wij ook al met 1-0 voor tegen de Graafschap. Wij hebben natuurlijk ook een veel beter team. Maar als je gaat kijken naar de verdediging van de Graafschap, dan zie je daar Art van Peppen staan. Dan zie je daar Jordi Buijs staan. En als je in de wissel gaat kijken, zie je ook nog eens Bart Biemann staan. De verdediging van de Graafschap is dus volledig Roda. Maar ja, de verdediging van de Graafschap kan niet op tegen de aanval van Roda. 3-0 voorsprong kan skippen. Het is 4-1 geworden met een hat-trick van Mike van Duinen. Had ik niet verwacht, want hij is natuurlijk normaal een wisselspeler. Maar 4-1 is ook een hele grote uitslag eigenlijk. Er staan nog steeds 3 punten voor, dus Mike van Duinen heeft daarmee ook de nummer 1 positie afgepakt op de topscorerslijst. En nu maken dat niet meer heel erg veel uit te ommaken tegen NEC, want wij in de Eredivisie hebben het nu nog wel goed gemaakt. En staan we ook wel ja, ruim voor deze tijd in de competitie, vind ik. We hebben ook gewoon echt al best wel lang niet meer verloren. Ik zie ook nou heel vaak zo'n berichten van Roda blijft winnen. En ja, ik blijf gewoon ook lekker goed spelen en het gaat ook gewoon goed. Ik weet niet wanneer we gaan verliezen, want we hebben tegen Ajax verloren op het begin van het seizoen. Maar dat is ook gewoon omdat Ajax een sterker team heeft en omdat Ajax gewoon beter is dan ons. Als wij zo door blijven gaan, dan blijven we winnen, hoop ik. Vandaag spelen we uit dus tegen NEC met dit team. Ik speel met Van Duinen in de spits. Wel op Paulus op de plek van Fike. En ik geloof dat Boskagli op de plek van Grimaldo staat. Wedstrijd die ik graag wil winnen. NEC staat niet in de top 7, zoals je rechtsonder kan zien. Als we vandaag winnen, dan staan wij al nog steeds 6 punten verwijderd van de nummer 3, dus de Champions League deadline. En nog steeds 3 punten van Utrecht af. Een verloren wedstrijd zou dus niet zo erg zijn. NEC dat niet in de goede vorm is, maar dat wel thuis speelt tegen mij. Waardoor ik toch een beetje bang ben dat ik hier punten ga laten liggen. Ik hoop natuurlijk gewoon op een simpele 1 of 2-0 overwinning. Het zou altijd heel erg mooi zijn. En misschien maar Mike van Duinen, die zijn topscorers positie vastlegt. Met nog een doelpunt vastlegt. Verstevig zeg maar. Bestjak, de wissel. Maakt 1-0. Bestjak wil heel graag spelen, maar hij kan gewoon niet gaan spelen. Ondertussen staat 1-1 bij Ajax PSV, dus daar nemen we ook dan steeds meer afstand van. Oké, 2-1 voor Ajax, dat is best shit. En ze missen een strafschop. NEC mist een strafschop, we winnen uit tegen NEC. Dat is heel chill. Het enige wat wel jammer is, is dat Ajax heeft gewonnen, want die stonden toch dichter bij ons dan PSV. Maar dat boeit niet heel erg veel. Ik ga even snel kijken hoe ver we nou precies al voor staan voor de nummer 2 in de competitie. Ik denk nog steeds 3 punten, want het was namelijk FC Utrecht. En ik denk niet dat die verloren hebben. Holy shit, ze hebben wel verloren. We staan nu 6 punten van Utrecht en Ajax af. En we staan al, 11 punten verwijderd van de nummer 6. Dus 11 punten van de deadline, zeg maar, voor Europees voetbal. Dan moet ik er wel bij zeggen dat AZ en Heerenveen nog een wedstrijd moeten spelen. Feyenoord trouwens ook nog. Dus dat wordt minder. Maar toch, we doen het heel erg goed. We hebben alles gewonnen. We hebben 1 wedstrijd verloren. We zitten op een winstreak van 8 wedstrijden. Maar ja, als we gaan kijken welke 8 wedstrijden dat waren, tegen welke 8 clubs, dan begrijp ik dat ook wel. We hebben nog niet tegen PSV gespeeld. We hebben nog niet tegen Feyenoord gespeeld. Die moeten allebei volgende aflevering pas. We hebben wel al eigenlijk makkelijkere tegenstanders gehad. Vitesse speelde gewoon heel erg goed. Het was ook een thuiswedstrijd, dus daar hebben we gewoon ook gewoon goed gespeeld en we ook gewonnen. En ja, hier in de eerste maand hebben we ook gewoon verdiend 9 punten gepakt, behalve tegen Ajax dan thuis verloren. Ze doen het heel erg goed, Europa League is alleen iets moeilijker. Hebben we de eerste wedstrijd geloof ik gelijk gespeeld en nu verloren. We moeten de volgende wedstrijd tegen Lazio, dat is naar mijn mening de moeilijkste tegenstander die we maar hebben in Europa League. Die hebben ook al 6 punten gehaald in 2 wedstrijden. Wij moeten die echt wel gaan winnen als we het mee willen doen. Want dan hebben we 4 punten uit 3 wedstrijden. En dan staan wij sowieso weer in de buurt van die top 3. Of van de top 2 bedoel ik. En dat moet je natuurlijk hebben om door te gaan in Europa League. Maar dat zien we allemaal volgende aflevering wel. Hopelijk voor een leuke video. Ik vond het in ieder geval wel een leuke video. Doe allemaal een blauw duimpje omhoog. Volgende aflevering wordt dus een langere video. Dan gaan we spelen tegen PSV, Feyenoord en Lazio. Maar dat zien we allemaal de volgende keer wel. Hopelijk voor een leuke video. Later mensen.